kijkers, mijn kanaal. Mijn naam is Dylan, oftewel de Rotjochem. Welkom weer terug bij een nieuwe Mytopia episode op mijn kanaal. En zoals je ziet sta ik in mijn oh zo mooie bouwbedrijf op het moment. Ik weet alleen niet waarom we blauwe banners hebben. Volgens mij heeft iemand me beheerd te trollen. Degene die het neergezet heeft. Maar het maakt allemaal niet uit. Ik ben bezig nu met het werk hier al in dit gebouw. In dit bedrijf, het autobouwbedrijf. En ik wil je er nog eigenlijk een auto naam geven. Heel veel kijkers, ja, Dylan, noem het dikke BMW bedrijf. Dus misschien wordt het wel het dikke BMW bedrijf. Maar, ik ben niet alleen, ik ben hier met mijn werknemer. En zijn naam is Mees. Hoi Mees. Ja, hallo. Hallo meneer de Pinkwin. Zo, ja. Voor degene die Mees niet kennen. Mees die heeft heel hard gewerkt de laatste week. Want ik was op vakantie, zoals velen van jullie wel weten. Ik was op vakantie, een week lang aan het snowboarden. Ik kon op mijn Instagram kijken. Voor degene die nog niet volgt op Instagram, doe het vooral even. Beneden in de beschrijving staat mijn Instagram. Klik er gewoon op. Heb je leuke foto's van mij van Instagram? Hartstikke leuk. In ieder geval, Mees de hele week. Jij hebt het in je eentje gerund samen met Real Killer, hè? Ja. Ja, nou, Mees die hebt gerund en Real Killer heeft de auto's geplaatst op die manier. Ja, dat klopt. Dus, weet je wat leuk was? Eigenlijk normaal gesproken leg ik altijd alles uit in mijn video's. Maar ik denk, misschien wil jij even uitleggen hoe dit allemaal werkt hier? Ja, dat is een kut. Kom even mee naar beneden dan. Ik loop een beetje mee naar beneden. Ja, dus Mees die werkt voor mij natuurlijk. Hij is eigenlijk een soort van co-manager, want hij wordt mijn... Nou, dat ga ik zo vertellen. Dat mag Mees allemaal niet weten. Oké, Mees. Oké, nou kijk, hier is de receptie. Hier hebben we allemaal boekjes, daar wordt alles in genoteerd. Ja, voor degene trouwens, in de vorige video vragen mensen... Deel, wat zijn al die sandstone stairs? Sandstone stairs zijn auto's. Dat zijn de auto's. Op de fiets. Oké. En ja? Als ze dan een auto willen, dan laat ik ze even natuurlijk hier zo naar binnen. Ja. En dan laat ik ze even de showroom zien. De showroom, oké, ja, heel goed. Ik vroeg tegen Mees, Mees het ook, jij hebt het ook gedesigned, hè? Nee, dat niet. Hij werd zo geleverd. Oh, zo geleverd. Ja, gelukkig. Ja, ik had een beetje gezegd van, nou, zorg dat het lekker design is. Ik wil een showroom wat ik heb. Dus dat staat er. En dat is allemaal heel mooi. Maar oké, Mees, vertel. Hoeveel zijn de auto's waard dan? Nou, de gele die is 25k. De rode is 35. De blauwe is 40. De cabrio, dus de grijze, die is 75. En de Lambo is 125k. Ja, dus die auto van GTA hoorde ik al. Dus mensen, oh, dat is de auto van GTA. In ieder geval. Dus ja, maar Mees, waarom zou je een auto willen hebben? Nou, wat ik heb gehoord is dat als je hem op je plot zet en je wordt gecheckt voor een level, dan krijg je een level erbij en dan heb je ook meer inkomen per uur. Het is 100%, ik heb het ervoor gecheckt, het is 100% een level omhoog. Hoe duurder je auto is natuurlijk, hoe meer kans op een extra level. Dus met de Lambo heb je gewoon veel en veel aanzien. Dus aanzien betekent natuurlijk veel geld hebben betekent ook level omhoog. Dus op die manier kan je het beste eigenlijk zorgen dat die auto's... Volgens mij hebben we trouwens een foutje, hè? Wat is het? Want kijk, die auto die hier staat, fucking random, ouwe. Ik weet niet hoe het komt. Het zijn sandstone stairs volgens mij. Oh. Maar goed, iemand vraagt de prijs van de auto. Dus de rode, hè? De rode, hoeveel zijn die? Zijn die is 35. En de gele is 25, toch? Ja. 25, 35, 40, 75. En 125. 125. Ja. Oké, okay, mooi. Nou goed, aan de studie het spijpen. We zijn heel veel in de opnametje. Maar kom maar mee. Je bent inderdaad auto red light. Hartstikke goed. Autobedrijf red light. En daar wil ik je namelijk even over spreken. Doe maar dicht. Oh wacht, ik moet even wat auto's meenemen, want als het goed is, hadden wij een deal, we moesten auto's leveren. Dus het gaat als volgt, ze komen bij ons, je koopt de auto, Mees schrijft het op in een boekje, levert het hierin. Je ziet dat ook inderdaad ook David erin gehaald. Deze zit allemaal afgehandeld, hier staan. Mooi, dan ga ik even wat auto's meenemen. En dan gaan wij nu naar het plot, want jij weet waar het is, dus ik vertrouw volledig op jou. Ik neem even de boekjes mee. Mooi. Dus inderdaad, je kunt zien, Mees die is inderdaad een hele goede werknemer. Dat had ik wel een beetje gezegd, alvast Mees. Je bent een goede werknemer, je werkt lekker hard. En nou, dan gaan we even allemaal laten zien. Ja, is goed. Dankjewel. En open. Komt u maar. De eerste is van Dennis. Die moet in contractia plot 81 worden geleverd. Even kijken, ik weet niet meer wat het is. Plot 81, holy moly. Ja, ik weet in ieder geval, dat heeft V dus al gedropt in mijn video. Heb je nog niet gezien, de vorige video kan je even kijken. Dat ik met V, de burgemeester van deze stad, besproken heb. Er komen straatnamen. En de straatnamen zijn hartstikke chill natuurlijk. Dat weet iedereen in plaats van, ja, zoals nu zoeken naar plot 100. Of plot 81 moeten we helemaal gaan zoeken. Dat hoeft allemaal niet meer dan. Want het is plot 81 in de rode dwarsstraat. Nou, dan gaat hij in de rode dwarsstraat zoeken en dan weet je dat. Want, ik heb ook vorige keer besproken met V. Ik wil graag de straatnaam genaamd Red Light hebben. Dat is de Red Street. En jullie denken wel misschien waarom. Omdat ik dus inderdaad een nieuwe Red Street ga bouwen, Mees. Hier in Cutraxia. Ja. Ja, dat was allemaal geregeld. Een heel... Oké, vertel. Ja, hier staat plot 85, dus hier hebben we plot 81 staan. Moet ik even kijken. Hier volgens mij is. Eens even zoeken, jongen. 81. Ja, er staan geen nummertjes op. Dat is af en toe vervelend. Nee, er staan soms alleen maar brievennummers op. Ja, dat vind ik zo stupid. Ze hebben die plotnummertjes veranderd. Dat is echt kloten, want we weten die plotnummers zitten in zijn hoofd. Dus we moeten eigenlijk rechten krijgen om op plots te kunnen komen. Weet je wel van wie die is? Dennis, VDM. Die werkt hier in de apotheek. Dat weet ik wel. Maar misschien is dit er wel. Plot info.
Dit is van Donnie. Donnie VDK. What the hell, man. Het is echt... Het is echt dus een, inderdaad super onzin. We moeten zoeken naar die dingen. Ivan Revi zie ik hier al. Oh, die ken ik nog wel. Eens even kijken. Paf. Well Soldier zie ik. En... Kom nou, kijk, hier, Alex. Hier werkt die. Dit is zijn bedrijf. Oké, okay, misschien... Ja, ik zie het. Ik kom eraan. De apotheek. Misschien een vraag van... Hey man, Dennis, waar is je winkel? Of is hij niet online, hè? Is hij niet online, hè? Nee, ik zag kijken zijn werknemers. Oh, daar is hem. Hier is zijn vriend, dat weet ik wel. Oh, vraag hem van hem. Dat is wel handig. Hallo. Nou, zo gaat het niet echt op zijn werking. Nou, Mees, jij gaat even dit even kunnen afhandelen. Ben ik zo terug bij hem. Dan ga ik even wat bespreken. Nou, dan ga ik even wat anders afhandelen met jullie. Dus zo gaat eigenlijk de werking. Ik krijg een autobedrijf. Vragen welk plotje het wil hebben. Dan gaan we dat voor je regelen. Zoals je hoort, gaan wij wat meer in business komen. Ik heb wel goed nieuws. Ik ga ook natuurlijk dingen verkopen. Want toevallig sta ik er nu voor. Deze plotjes. Dit is een heel mooie appartementencomplex. Je kan hier naar binnen toe. En als je hier binnen staat, nou, dit gaat allemaal weggehaald worden. Het was al een winkeltje voor een paar dagjes. Maar dat gaat allemaal eruit gehaald worden. Heb je een heel appartementje voor jezelf. Ik zal het even boven laten zien. Kostte maar 35.000. 35.000 heb je deze ruimte. Hoef je geen plotkosten te betalen. Je staat lekker boven, midden in het centrum van Qtraxia. Op een prachtige plek natuurlijk. Beheerd door mij. Dus geen fraude, geen bullshit, geen onzin. Je hebt gewoon een heel mooi huisje op 35.000. Dus dat is hartstikke mooi. En deze gaan we verkopen. Dit gebouw. Dit is onze oude voedselwinkel. Die willen wij graag verkopen. Omdat wij geen voedsel meer gaan verkopen, maar vooral kleding. Dat hebben jullie gezien in de vorige video. Misschien gaan we deze ook verplaatsen naar een andere locatie in deze winkel. Dat ga ik dan wel al met jullie kunnen bespreken. Maar deze willen we verkopen. We hebben eigenlijk een bod staan. We hadden iets van 100.000 gedacht. Maar we kunnen altijd nog gaan kijken. 75.000. Heb je gewoon de hele winkel voor jezelf. Dus dat is hartstikke chill. Dat kan ik dan allemaal voor jullie gaan regelen. Dus dat zijn dingen die ik verkoop. Maar, ik heb net al doorgeschemerd een klein beetje. Ik wil een nieuwe Red Light starten. Een nieuwe Red Light District, oftewel een nieuwe Red Street natuurlijk weer. Dat is mijn topia natuurlijk heel bekend mee. Gewoon, oh, meer Koen, mooie skin. Mooie skin, meer Koen. Ja, wat een mooie skin. Prachtig Koen, prachtig. Dat ben ik gewoon. In ieder geval, ik ga dus even naar de Red Light lopen nu. Waar ik wel Red Light wil gaan plaatsen. Want heel veel mensen zitten natuurlijk allemaal in het centrum van Qtraxia. En ik wil daar niet gaan zitten. Ik wil natuurlijk gaan zitten op een andere plek. Maar, dat ga ik niet zeggen. Ik ga niet verraden waar het is. Want straks kopen jullie het voor mij op. Want ik heb nog niks gesproken. Maar in ieder geval is het ergens hier achterin Qtraxia. Dan ga ik een heel nieuw winkelcentrum openen. Waar je winkeltjes, of locaties, plukjes van mij kan kopen. Op die manier. En dan kan je daar ook in de Red Light District gewoon mij supporten natuurlijk. En natuurlijk jezelf. Wat een hele vette plek voor een hele nieuwe winkelcentrum. Dus dan ga ik ondertussen op zoek naar Mees. Want ik kijk. Ja, Mees. Volgens mij, hij zegt dat hij woont op straat hebben. Dat kan wel, maar dit is een pad. Hij kan niet hierop. En nu wil hij op een dak hebben. Ik weet niet of het kan. Oké, waar is hij? Waar de vorige winkel, kom maar. Kom maar heen. Oké, nou goed. Mees is eigenlijk gezocht waar die gast auto wil hebben. Dan ga ik het even doen. En goed, Mees, je hebt eigenlijk kunnen meeluisteren, natuurlijk even buiten rolplayen. Ja. Je hebt kunnen meeluisteren, ik wil zo'n Red Light District starten en ik wil natuurlijk jou erbij betrekken heel graag. Dus dan kun jij samen met mij investeren in Red Light District. Vind je dat wat? Ja, ik vind het goed. Ik heb nog wat geld ervoor. Ik heb nog wat geld ervoor natuurlijk, want hij is degene die bij een winkel ook gewerkt heeft heel lang bij die winkel daar. Natuurlijk, hier. De appel op het dak. En dit is Dennis. Hij wil hem hier op het dak hebben, zegt hij nu. Hoi Dennis. Kan. Waar wil je hem hebben, jochie? Waar wil je hem hebben, jochie? Zeg het maar, meneer. Nou, we gaan dus inderdaad een autootje leveren voor deze meneer. Hier kan hij niet, als hij dat wil. Want hij mag niet op straat. Nee, dat mag niet op straat. Dat mag niet. Dat is duidelijk. Moeten we een vergunning vragen en die is nogal duur. Die moeten ze zelf betalen. Dat gaan wij niet doen. Ja. Nee. Dat is niet van jou. Moet je vergunning vragen. Oké, moet je vergunning vragen. Dus die fiets. Die pik is bij me. Yo, ik ben toch bezig, Koen? Dat zie je toch? Oké, prima. Dan gaan we dat dak op. De achterkant moet je binnen. Oh, de achterkant? Oké. Okay. Ja, ik loop ook wel even mee. Nou, dan gaat hij mee natuurlijk. Dan gaat het plaatsen voor hem. Het is wel altijd stom met auto's plaatsen. Is de manier waarop het moet. Dat vind ik wel lastig. Want welke auto had hij besteld? Even kijken. Een blauwe. Een blauwe auto? Ja, van 40.000. Oké, een blauwe auto van 40.000. Dan gaan we eens even kijken. Pof, dat is de verkeerde. Oh, je kan het niet hier plaatsen. Nee. Ah, het kan niet, geen slaps. Ik zet hem wel gewoon op het randje. Ah, het kan niet. Kan niet, man. Slaps.
Helaas. Dan lever ik het wel een andere dag. Ik kom zo snel mogelijk weer terug. Gaan we het regelen. Dan ga ik het regelen met hem gewoon persoonlijk. Dus dan kunnen we het fixen. Dan gaan we het fixen. De twee andere auto's die zijn gewoon op het plot, dat kan wel. Als je nou ja, goed. Dan gaan we gewoon een andere keer doen, Mees. Ja, dat is gaat een andere keer. Maar in ieder geval, zo gaat het dus in zijn werking. Nou, Mees, ik heb jou dus gevraagd voor een nieuwe partnership van mijn Red Light District hier in Contractia. Dat gaan we dus allemaal regelen. Ja. En dat zou dus hartstikke fijn zijn, hartstikke chill zijn. En dan gaan we dat even doen. We gaan naar het autobedrijf, want dit soort jongens, zeg maar, die blijven maar door je heen lopen. Dat is iets. Kijk, het is, ik ben heel blij dat jullie kijkers. Jullie zijn echt super tof en super vet dat jullie me allemaal chill vinden. Maar jullie merken het vorige opzet ook al. Het is gewoon niet fijn als jij gewoon de hele tijd die chat gaat onderspammen met vragen aan mij. Als je denkt dat ik niet reageer, ben ik duidelijk in de opnames. Maar het is niet erg. Het is allemaal niet erg. Nou, Mees, dan ga ik naar binnen weer. Ja, is goed. Nou goed, normaal gesproken gaan wij dus hier naar binnen dan. En hij gaat zomaar mee naar binnen. Oké, okay, dus dat. mooi. Ja. Maar goed, dan ga ik even naar binnen. Dan heb ik de auto weer terug. Laten we even de boekjes ook terug. Ja, dan ga ik inderdaad even kijken. Want inderdaad, belangrijk is voor jullie inderdaad, voor de kijkers, als we alles moeten leveren, zorg ervoor dat je huis geen slabs hebben waar we niet op kunnen plaatsen. Zorg ervoor dat, dan mag ik er niet op plaatsen, dat het niet op het gebied is, wel op je eigen plot is. Dat is heel belangrijk. En binnenkort gaan we dus zorgen gewoon dat ik natuurlijk voor jullie kan zorgen. Dat ik een Red Light District heb waar jij misschien in mijn winkelcentrum gewoon iets kan kopen. Dus dat is heel erg belangrijk. En dat zijn de dingen die we vandaag besproken hebben. Het autobedrijf gaat runnen. We gaan een Red Light District openen. Ik ga zelfs een club weer openen, Mees. Dat mag je ook weten. Oh, dat is mooi. En dan ga ik gewoon lekker feesten met de mensen in Teamspeak. Dus dan kan je hartstikke leuk gewoon gezellig met de kijkers van Mintopia. Dat is gewoon leuk. Gewoon met de kijkers van Mintopia kan ik gewoon gaan feesten in Mintopia. Dat is hartstikke vet. Gewoon echt daadwerkelijk op Teamspeak. Dat ik echt hier daadwerkelijk met je kan praten. Een feestje, een muziekje kan draaien. Echt super vet. Op die manier gaan we het natuurlijk regelen. Mees, ik wil je bedanken voor het meedoen. Ja, geen probleem. Bedankt voor het runnen van deze winkel. Terwijl ik weg was een hele week. Want blijkbaar heb je echt dikke money gedraaid. Waar heb je het geld gelegd? Dit geld is nog op onze bankrekening. Dat halen we zo eraf. En dit is voor de server. Kijk, dit is de server. Dit is zeg maar de server moet. Al dit geld. 80%. En de andere hebben wij nog zelf. Dus het is hartstikke fijn, hartstikke chill. Dat gaan we allemaal regelen. Bedankt Bees daarvoor allemaal. Ja. Dus dat is tof. Daarom heb ik Bees ook betrokken bij natuurlijk bij dit project van de Red Light District. Dus nogmaals, hè, als kijkers nog één keer zeggen, ja, YouTubers, die kunnen nooit met ze in contact komen. Onzin, kijk naar Mees. Mees is daadwerkelijk, was gewoon een kijker van me. Nog steeds volgens mij. Ja, nog steeds. Hij is gewoon een kijker van me en ik heb hem gesproken op Teamspeak. Chille gast, wil je bij me werken? Prima. Doet zijn werk goed. Mooi. Wil je gewoon met mijn business partner worden van Red Light District? Zo simpel gaat dat. Als je gewoon normaal speelt, aardig bent, lekker reageert, gewoon je best doet, kun je altijd gewoon in contact komen met YouTubers. Maar, ik wil je allemaal bedanken voor het kijken. Doe zeker een blauw duimpje omhoog achter als je Mindtopia nog steeds heel erg vet vindt. Of je wilt werken in de Red Light District, want die gaat natuurlijk heel veel werknemers nodig hebben. Zie jullie daar in de volgende episode. Dank voor het kijken. Laat hem als een ziens. En natuurlijk, peace.